Hoi en welkom weer bij een nieuwe video van Make Machine. In deze video ga ik je vertellen hoe je deze scrunchie kan maken. Dit is een enkel. Eigenlijk heb ik een dubbel gedaan. Maar dat ga je in, niet de volgende clip, maar die clip daarna ga je dat geloof ik zien. Dat ga ik het uitleggen. Dit is een haarelastiekje. En die heb ik dubbel gevouwen. En dus dit is hem, zeg maar, dubbel. Maar wil je hem gewoon enkel, nou ja, dat kan ook. Dan heb je hem nog iets voller. Nou ja, nog iets. Dan heb je hem dus twee keer zo vol. Is ook echt super, super mooi. Ik vertel je in een volgende clip waar je het garen kan kopen. En waar je eventueel een alternatief garen kan kopen dat hier ook op lijkt. Super leuk om te doen. Heel fijn. Ik vind ze echt super fijn, even zo en dan over je knot heen of over je staart heen. En dan ziet het er toch wel gelijk, ja, leuk uit. En zeker met het warme weer in de zomer is het gewoon heel lekker om gewoon eigenlijk altijd even eentje bij je te hebben. Zoals je haar loshangt. En je hebt lang haar zoals ik heb. En je vindt het fijn om het even omhoog te doen. Dan kan je mooi zo'n gezellige scrunchie eromheen doen. Ja, ga je ze ook maken. En ga in ieder geval keihard van de video genieten. En van het maken van de scrunchie. Veel plezier! Voor deze tutorial ga ik gebruik maken van dit garen. Dit komt van de boekenvoordeel. Maar ja, dit garen is eigenlijk ook bij andere webshops verkrijgbaar. Zo heeft Lamy Yarns heeft van dit garen. Bij Desiree van Sieraden en zo. En de Mr. J Mixed is het volgens mij. Dus ja, er zijn meer merken die dit gemêleerde garen hebben. Dat vind ik super leuk. Geeft een heel erg leuk effect bij je haarelastiekje. Maar je kan natuurlijk ook gewoon kiezen voor een effen. Ik weet niet precies hoeveel ik nodig heb om één elastiekje te kunnen doen op de manier waarop ik het doe. Er is nog een andere manier, maar daar kom ik in de video nog even op terug. En dan heb je uiteraard wel waarschijnlijk meer nodig. Niet waarschijnlijk, dan heb je meer nodig. Elastiekjes van de Primark zijn deze, zoals je al inderdaad kan zien. Ik word niet door de Primark gesponsord of zo. Maar hier zit niet zo'n metalen stukje aan. En dat vind ik voor die haarelastiekjes fijn. Je hebt dunner ertussen zitten en je hebt dikke haarelastieken. Het is maar net wat je fijn vindt. Ik ga er zo eentje afhalen hoor, maar het pakketje lag nog zo in de kast. En ik wilde graag een blauwe. Een stopnaald en één stekenmarkeerder. Ik heb hier een haaknaald 3,5 mm en een schaartje. En dat ga ik gebruiken voor deze tutorial. En uiteraard vind je de linkjes natuurlijk in de beschrijving van de video. Je kan het op twee manieren doen, zoals ik net in de vorige clip ook aangaf. Je kan zo gewoon er overheen haken. Dan heb je twee keer zoveel garen nodig. Dan wordt hij een stuk dikker ook, fluffier, op het moment dat je hem gaat gebruiken. Ik vermoed dat je dan het hele bolletje nodig hebt. En ik denk dat ik nu uit ga komen met een half bolletje. Want wat ga ik doen? Ik ga dit draaien en dan op elkaar leggen. En dan krijg je dit. Dus nog een keertje. Draaien. En vouwen. Op elkaar leggen. En dan heb je dus twee lagen. Ja, en dan kan je hem dus... Wat ik doe met een staart is ik doe er eerst een normaal elastiekje in. Dus gewoon eerst zo'n elastiekje. En ik gebruik de scrunchie in dit geval echt als, nou ja, als sierding. He, niet om de boel bij elkaar te houden, maar echt als sierding. Dus ik, dat vind ik heel fijn. Met name met het warme weer. Dan, ja, als je een knot hebt, dan maakt het het gewoon een beetje af. Om het zo maar te zeggen. Of een staart of wat dan ook. Maar wil je hem nou echt gewoon als elastiek gebruiken. En je hebt er dan geen elastiekje onder. Dan zou ik hem gewoon zo gebruiken. Maar dan heb je dus wel meer garen nodig. Maar goed, ik ga jullie nu laten zien hoe je hem zo maakt. Dubbel gevouwen. Ik begin met een lus op mijn haaknaald. Zo. Ik sla om, want ik ga een staand stokje maken.
Dus je hebt hem zo, zeg maar, dubbel gevouwen. Allebei de kanten, allebei de rondjes ongeveer even groot. Even draad goed. Dan sla je om en dan hou je met je twee vingers even die beide draden vast. Dan steek je in. Je haalt je lus op. Je slaat om. Je trekt hem door. 2. Je slaat om en je trekt hem door. 2. Vind je dat lastig? Hecht dan gewoon aan. En doe dan gewoon 3 lossen in plaats van 3 lossen voor je eerste stokje. Ja? Volgende stokje omslaan. In de ring over de beide lussen heen. Een stokje. 2 heb ik er nu. 3. 4. Je hebt er in totaal 40 nodig. Aan het einde gaat het een beetje krap worden. Dan denk je van, dat gaat nooit passen 40. Maar dan trek je gewoon de steken een beetje zo naar elkaar toe. En dan gaat het echt passen. Dus ik heb er nu 4. Ik ga nog even door. Als ik zo meteen zover ben, dat het op een lastig punt in zit, zeg maar, dan kom ik even bij je terug. En dan zal ik je nog een keer laten zien hoe je dat doet. Maar in principe 40 stokjes over de 2 lagen van je elastiekje heen. En als je hem los doet, dat kan natuurlijk ook, hè? Maar dan moet je de 80 haken. Dat is dubbel, dus dan 80 stokjes. Nou, ik heb er nu 32 en je ziet het al, ik moet er nog 8, maar kom ruimte tekort. Dan hou je dus je steken aan deze kant vast, die houdt ze aan deze kant vast. En met deze hand trek je de steken over het elastiek een stukje die kant op. Zo. En dan prop je er nog 8 bij. 1. 2. 3. 4. 6, 7 en 8. Dus ik heb er nu 40. Weet je, in principe is 36 ook genoeg. En 32 waarschijnlijk ook. Maar ik wilde er gewoon 40. Dus dat. Dan ga je naar je eerste staande vaste. Daar steek je de naald in onder 2 lussen door. En dan maak je een halve vaste. Zo. Maar omdat die draad van de staande vaste nu bovenin zit, ga ik nu de draad een stukje meehaken. En hoef ik hem straks niet weg te naaien. Heel fijn. Oké, ik begin met 3 lossen voor het eerste stokje. En ik ga in de elke steek 4 stokjes haken. Dus rondom in elke steek 4 stokjes. De eerste 3 lossen die tellen als het eerste stokje. Dus hier komen er nog 3 bij. 1. 2. 3. Nou, en in de volgende ga ik gewoon hier over die draad heen. In de volgende 4 stokjes. 1, 2, 3, 4. En de volgende. 1, 2, 3, 4. Ja. Dat is wat je doet deze ronde. Gewoon in elke steek 4 stokjes. Je ziet mij aan het einde van de ronde. Tot zo. Ik heb in mijn laatste steek 4 stokjes gehaakt. Dan ga ik terug naar mijn eerste steek hier. Aan het begin van de ronde. En daar sluit ik af met een halve vaste in de derde losse. Ik had daar mijn stekenmarkeerder in kunnen zetten. Heb ik niet gedaan. Tien lossen. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 lossen. Dan ga je naar de volgende steek. En die zit hier een beetje verscholen achter. Dit is de eerste steek. En dan hier zit de tweede. En dan maak je een halve vaste. 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volgende steek. Een halve vaste. Dit is de herhaling. 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En in de volgende. Een vaste. Een halve vaste. Soms moet ik hem even in twee delen doen. Dan gaat hij makkelijker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De volgende. Een halve vaste. Ja, dat is het eigenlijk. Dat is alles. Dus, 160 steken lang. 10 losse boogjes. En een halve vaste in de volgende steek. Ik zeg geniet. En ik zie je aan het eind van deze ronde weer. Ik heb zojuist in mijn laatste steek hier een halve vaste gedaan. Want in de volgende, daar zit al een steek in. En toch, om van hier naar daar te komen, ga ik toch nog 10 lossen doen. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ik ga niet afsluiten met een halve vaste, maar ik ga de draad afknippen. En ik trek hem door. En dan pak ik mijn naald. En dan trek ik de draad door de naald. Zo. En dan ga ik hem wegnaaien van achter. Dus van die kant naar voor. Door de steek. Dus door de derde losse wil ik zeggen. Door de derde losse, hier zo. Van de vorige handen. En dan trek je de draad door. En dan ga je terug naar de steek waar we net uitkwamen. Zo. En dan ga je naar de achterkant, ga je om en dan naai je daar netjes je draad weg. Vind je dat nou te lastig, je sluit dan gewoon lekker af met een halve vaste. Want bij zo'n crunchie zie je het eigenlijk niet, bijna niet eens. Dus doe wat jij fijn vindt. Ik zou bij zo'n crunchie trouwens wel even een paar keer op en neer gaan. Met het vastnaaien 3 keer is genoeg, want dan weet je zeker dat het gewoon vast zit. Over de begindraad, daar had ik al overheen gehaakt. Dus, dit is me geworden. Kijk, je hebt deze opening. En daar kan je dus zeg maar een beetje zo aan trekken. En dan kan je hem zo over je staart heen doen. Of over je knot heen, of whatever. Maar als je nu zeg maar hem gewoon gelaten hebt, dan heb je natuurlijk 2 keer zoveel stokjes in het begin. 2 keer zoveel die 4 stokjes. Dat zijn er dan 320 in plaats van 160. En 2 keer zoveel van die 10 losse boogjes. Ik pak even deze. Ik ga even wegen hoeveel gaar ik nog over heb. 32 gram met het label. Labeltje eraf. Nou, dat zal niet heel veel schelen. Nou, dat is een heel licht label. 32 gram. Dus eentje en dan op de normale manier red je het makkelijk met één bol. En doe je het op deze manier,
dan kun je zelfs wel twee van die crunchies, zeg maar, uit de uit een bol halen. Cool, hè? Ja, ik vind deze gewoon super fijn. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga er nog even eentje maken. Maar die ga ik dan gewoon gelijk filmen. Want dan kunnen jullie er ook weer van meegenieten. Ik maak ze best wel vaak eigenlijk. Want ik vind ze super, super fijn. Nou ja, dat was hem. Meer heb ik eigenlijk niet over te vertellen. Van dat leuke mixed garen, dus dat 100% katoen, dat werkt dan toch vaak het beste voor zoiets. Maar je kan hem eigenlijk ook super goed maken met acryl, hoor. Dus ja, ik vind het katoen gewoon fijn. Maar ja, als jij acryl hebt, doe lekker acryl. Wil je ook van dat gemeleerde-achtige garen? Deze komt al van de boekenvoordeel. Maar Desiree van Sieraden en zo heeft het ook. En dan is het Mr. J Mixed. Die link zal ik ook hier beneden in de beschrijving van de video voor je neerzetten. Dus dat. Een kleine snelle tutorial. Gewoon om jullie even mee te nemen in iets wat ik eigenlijk voor mezelf even snel gemaakt heb. Dus dat. Ga je ze ook maken. Laat ze zien op Facebook. Made by Siem Headquarters. Je bent meer dan welkom als je nog geen lid bent. Instagram, tag me daar even. Zou ik super leuk vinden om hem daar ook terug te zien. En als je nog geen abonnee bent, word dan even abonnee van mijn YouTube kanaal. Klik op het belletje. En vond je het een leuke video? Even die duim. Helpt mij ook. Dankjewel voor het kijken. Ga je er ook nog een paar maken? Of ga je snuffelen naar dit soort garen? Dan zeg ik, geniet. Dag! Ik heb zojuist in mijn laatste steek een vaste gedaan. Kijk. En in de volgende steek, daar begint de losse opening. Een vaste, zei ik. Ik bedoel een halve vaste.